Je bent op zoek naar een nieuw kussen of dekbed. Je komt elke keer verschillende termen tegen, zoals NM en TYKE. Maar wat betekenen die twee nou? Ik ga het je uitleggen in deze video. Eigenlijk is het heel simpel. Een kussen en een dekbed bestaat uit een vulling en een hoes. En die hoes, dat noemen we ook wel de TYKE. Die TYKE kan uit verschillende materialen bestaan, bijvoorbeeld katoen. Katoen is lekker ademend en het neemt veel vocht op. En de katoenen TYKE die wordt vooral veel gebruikt bij wat duurdere kussens en dekbedden. Je hebt ook een synthetische TYKE, die voelt wat warmer aan, maar is ook een stuk goedkoper. Dus die zul je vooral zien bij de wat lager geprijsde kussens en dekbedden. Daarnaast heb je ook nog wel verschillende variaties, zoals een bamboe- en katoen TYKE. Bamboe zorgt juist ervoor dat het kussen lekker koel aanvoelt. En dat zul je ook vooral zien bij de wat duurdere kussens en dekbedden. Kijk, je hebt natuurlijk een TYKE voor kussens en voor dekbedden. Alleen bij kussens moet je op andere zaken letten dan bij dekbedden. Ik zal even kort beginnen bij de kussens en dan kom ik snel terug op de dekbedden. Bij kussens zit het namelijk zo. Je wil natuurlijk dat die TYKE wel lekker zacht en soepel aanvoelt. Maar dat is ook afhankelijk van de vulling. Wij verkopen veel donzen kussens. Die bevatten vaak een combinatie van dons en veren. Zoals dit kussen, het Van Dijk Rood Label kussen. Dat is gevuld met 60% ganse dons en 40% ganse veren. En die veren die zijn best wel scherp. En die kunnen gewoon door de hoes heen prikken. Tenminste, als je een te soepele of zachte hoes zou gebruiken. Nou, Van Dijk die heeft er heel verstandig voor gekozen om een wat stuggere TYKE te nemen. En daardoor blijven die ganzenveren mooi in het kussen zitten. Je ziet hier ook eigenlijk nergens een veertje door het kussen heen prikken. Daarnaast hebben we een 100% ganzendons kussen. Dat kussen bevat bijvoorbeeld geen veren en daardoor kan er gebruik worden gemaakt van een hele luxe, soepele en zachte TYKE. Je ziet zelfs dat die TYKE een beetje glimt. Maar het is dus niet zo dat die TYKE voor elk kussen gebruikt kan worden. Dat is dus helemaal afhankelijk van de vulling. Daarnaast is het ook niet zo dat deze TYKE altijd beter is. Dat is namelijk helemaal afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Wil je daar nou meer over weten? Ga dan even naar de kussenadviespagina. Dan gaan we snel door naar de TYKE voor dekbedden. De kwaliteit van de TYKE is bij dekbedden een stuk belangrijker dan bij kussens. Het zit namelijk zo. Hoe hoger de kwaliteit van de TYKE is, hoe soepeler en hoe lichter het dekbed kan zijn. En die kwaliteit van die TYKE die wordt uitgedrukt in NM-waarde. Ofwel nummermetrisch. En dat geeft eigenlijk aan hoe lang 1 gram katoenvezel is die in de TYKE gebruikt is. En hoe langer die katoenvezel, hoe fijner en hoe soepeler de TYKE aanvoelt. Nou, wat lager geprijsde dekbedden hebben vaak een TYKE van tussen de NM70 en NM100. Nou, dat is gewoon een prima TYKE. Voelt nog wel een beetje stug aan. Maar daarna kom je al snel bij de TYKE tussen de NM100 en de NM150 of zelfs hoger. En dat zijn hele fijne TYKE. Die voelen echt lekker soepel aan, waardoor het dekbed ook mooi om je heen valt. Ga je dus een nieuw dekbed kopen, let dus zeker even goed op die NM-waarde. Heel veel succes met het zoeken van een nieuw kussen of dekbed.